Is het zwaar werk? Nou, eigenlijk niet. Nee? Gewoon een beetje sterk zijn. Ja, ik zie al een beetje spierballen heb je, of niet? Ja, dat heb ik. Zorgboerderij De Piet zorgt ervoor dat mensen er de komende wintermaanden warmpjes bij zitten. Hout om te verstoken wordt nu al bezorgd bij klanten. Het brandhout wordt niet alleen aan huis gebracht, maar wordt ook op de gevraagde plek netjes opgestapeld voor de klant. Twente FM ging mee. Wat doen jullie hier? Wat we hier doen? Nou ja, zoals je ziet, wij brengen bij deze klanten brandhout. Onze deelnemers die gaan uiteraard mee en wij pakken het voor de klant ook op. Dus we keepen het niet alleen op het oprit. Maar we gaan met de kruiwagens naar het houthok en daar pakken we de aantal kubus pakken we erin. Ze krijgen altijd een netzakje van ons met de aanmaakhout. En daarna vegen we alles schoon en dan gaan we weer naar de volgende klant. En wat zijn jullie vandaag aan het doen? Wij zijn met brandhout, we brengen naar de klanten. En dat doen jullie vaker? Ja. Wat ben je vandaag aan het doen? Ja, hout stapelen. Ja? En heb je ook meegewerkt om het hout klein te maken? Absoluut, zeker. Ja, gekloofd, met het hout eigenlijk in principe gewoon kleiner maken van een grote boomstam naar een houtblok. Nou ja, zoals je kunt zien, de boomstam rollen wij op tafel. Hij wordt, aan die kant wordt hij gezaagd. Hij valt eigenlijk naar beneden, waardoor hij direct gekloofd wordt. En vervolgens draaien we het eigenlijk op een bult en kan het dan in de loods gedrukt worden. En dan kunnen we daar even heen lopen en aan die kant hebben we dan het kleinere kloofwerk. Nou, kijk, wat we daar dus eigenlijk doen, is daar kloven we het hout eigenlijk met een enkel mes, dus het gaat eigenlijk in tweeën. En hier gaan we dan alles met de hand en met de machine gaan we nog een keer kloven. Waardoor we het in kratten kunnen pakken en dan brengen we naar het bos en daar zijn jongens nu aan het oppakken. Heb je ook mee geholpen om het hout klein te krijgen? Ja, ja om te kloven. Ja, deed je omkloven? Ja. En was dat ook leuk om te doen? Ja. En waarom is het zo belangrijk om te doen voor de zorgboerderij? Ja, wij vinden wel, kijk, je kunt het keepen op het oprit, maar wij vinden wel als je bij de klant thuis komt, even een keer aan moet bellen, na tijd even vragen of het goed is bij de klant. Dat soort kleine dingen maakt wel dat het voor onze deelnemers ook leuk is van A tot zagen, kloven, afleveren bij de klant. Dat gewoon het hele proces is eigenlijk met de deelnemers te doen. En dan vinden wij wel belangrijk dat dat mee wordt genomen. Ja. En nu zijn jullie het hier aan het opstapelen bij iemand thuis. Ja. Is het leuk om zo bij mensen het echt af te leveren? Ja, het is wel leuk. De tevredenheid die je krijgt van de klant, zeg maar. Ja, en altijd met glimlach. Dus daar doe ik het voor. Leuk om ze lekker druk bezig te zien. Dat is heel leuk. Ja, fijn dat het allemaal doorgaat als we er niet bij zijn. Dat is ook heel fijn. En dit is gewoon heel leuk om te doen. Heb je zelf nog iets dat je hierover wil zeggen? Ja, ik vind het leuk om te doen. Kijk, dat is het allerbelangrijkste, toch? Absoluut. Ik vind het heerlijk om te doen eigenlijk, om de brand weg te brengen. En naast het hout, nog andere dingen, grote projecten waar jullie veel aan werken? Wij gaan alweer richting de kerstpakketten. Wij zijn druk bezig om daar weer leuke dingen voor te maken. Nieuwe bakjes, kijken of we toch wel iets anders kunnen doen als vorig jaar. En daar gaan we nu de voorbereiding eigenlijk mee aan de gang. Hoe vind je het verder bij Zorgboerderij De Piet? Ja, hartstikke leuk om te doen. Ja, gezellig met de jongens hier aan het werk? Ja.